Hij heeft half maart verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Dus hij verbindt zijn politieke lot nu aan het terugdringen van die migratiestroom. Ja, niet alleen hij, ook de Tweede Kamerfractie en ook de partij. Wij vinden het echt noodzakelijk dat dit gaat gebeuren. Het staat in ons verkiezingsprogramma. De Tweede Kamerfractie maakt zich er hard voor. Mark Rutte maakt zich er hard voor. Nu moet het dus echt gaan gebeuren. Ja. Renno Joustra, jij schrijft al jaren in Elsevier dat je het gek vindt dat we op alles beleid loslaten in Nederland, behalve op migratie. We doen alsof het ons overkomt, zeg jij altijd. Ja, dat klopt. We hebben geen beleid. We hebben overal beleid voor, inderdaad, voor. We hebben ook een numerus fixus, hè, voor het aantal studenten wat toegelaten wordt op de universiteit. We hebben het aantal mensen wat in Volkswagenbusjes mag rijden. We hebben overal maken we getallen voor. Mm-hmm. Behalve inderdaad migratie, zeggen we ja, wat komt, dat komt. En dat is natuurlijk een beetje vreemd, omdat het ook andere landen zijn die laten zien hoe het wel kan. Maar of inderdaad Rutte het voor elkaar krijgt om voor maart iets te laten zien. Want inderdaad, de coalitiepartijen, dus ChristenUnie en D66, willen niet weten van een grens aan de asielzoekers. Nou, er zijn ongeveer 20 miljoen vluchtelingen in de wereld. Dus in principe zijn die volgens ChristenUnie en D66 allemaal welkom in Nederland. Dus ik ben altijd benieuwd wanneer die partijen een soort grens gaan stellen. Of zijn er überhaupt geen grenzen te stellen? Dus als je een grens wil stellen, moet je maatregelen nemen. Nou, dat wordt erg moeilijk. Omdat je hebt te maken met internationale verdragen. En je hebt te maken met Europese verdragen. Maar je ziet dat binnen die verdragen landen wel iets kunnen doen. Je hebt Australië en Canada, die hebben een quotum. Mm-hmm. Dus die vallen ook onder die verdragen. Nederland had vroeger ook een quotum. In de jaren 70 lieten wij 750 asielzoekers toe. Per jaar. En nu komen ze ongeveer per week. Maar het is gewoon, je kan ook afspraken maken. Je zegt, dan maken we 25.000 of 30.000, wat je wil. Maar jij zegt, er worden überhaupt geen afspraken. Nee. Maar is dat omdat er een stigma op dit onderwerp ligt? Dat op het moment dat je zegt, zullen we nadenken over bijvoorbeeld cijfers, dat je dan vaak een vinger naar je gewezen krijgt en hoort van, joh, hey, ja, ben jij een onmens? De oorlog ligt natuurlijk nog op onze schouders. Dit is een soort schaduw. Vandaar zijn natuurlijk ook Joden aan de grens tegengehouden en teruggestuurd naar Duitsland, naar de kampen. Dus dat speelt altijd nog mee. Ook door die barmhartigheid bij de christelijke partijen, van moet natuurlijk iedereen toelaten. En ik begrijp het ook wel. Maar nogmaals, waar ligt de grens dan? Want je kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan. Dus je moet proberen te kijken wat andere landen doen. Nou, als je kijkt naar Frankrijk, België, van het aantal aanvragen wijzen zij veel meer mensen af. Dus de Fransen doen maar 2 van de 10 aanvragen, die laten ze toe. Dus binnen dat Europese kader kan je blijkbaar wel dingen doen. De cijfers zijn dat Nederland willigt 85% van alle asielverzoeken in die binnenkomen. 10 het, zeg je? 8 van de 10. Ja, 8 van de 10. Het gemiddelde in Europa is 48%. Ja. Frankrijk zit op 23%. Ja. België op 43%. Duitsland op 62%. Wij zijn dus buitengewoon ruimhartig. Als mensen komen, in 85% van de gevallen mogen ze blijven. Dat is beleid. Zou je dat beleid moeten veranderen? Ja, natuurlijk. Het is een optelsom van verschillende dingen. Arendo had het over het vluchtelingenverdrag. Oorspronkelijk zegt dat als iemand op de vlucht is voor persoonlijke vervolging, dat hij in het eerste veilige land waar hij komt, dat hij dan niet teruggestuurd mag worden. Maar nu is de uitwerking dat wie in Nederland asiel roept, die wordt dus in de procedure opgenomen. En 85% krijgt uiteindelijk een vergunning. Ja, we hebben die optelsom van het internationale verdrag, Europese verdrag van de rechten van de mens, gebrek aan politieke bereidheid in de Tweede Kamer en bij een groot aantal politieke partijen. Jurisprudentie die we hebben. Het is één netwerk geworden waar we verstrikt in zijn geraakt. En daar moeten we doorheen breken. Maar hoe dan? Het is ook echt nodig dat de minister-president zich daar persoonlijk voor in gaat zetten. En dat wil hij nu gaan doen met de grootste fractie in de Tweede Kamer. En daar moet wat uitkomen. Hij wilde een chefzag, heeft het dan geloof ik, van maken. Moet er wat u betreft een quotum komen? Aantallen genoemd worden? Nou, ik denk dat in Nederland krijg je geen mensen waar Nederland het eerste veilige land voor is. Dat is niet zo. Die mensen die hebben heel Europa doorgereisd om in Nederland te komen. Dus ik denk eigenlijk dat je in Nederland geen asielprocedure hebt. Maar ja, dat hebben we laten lopen in 2015 tijdens de Syrië-crisis. Toen Italië en Griekenland zeiden, we kunnen niet meer aan, loop maar door. Je moet dan aan de Europese grenzen moet je het doen. Daar moeten de asielverzoeken behandeld worden en vervolgens moet je als Nederland een evenredig deel van wat je als Europa toelaat, moet je als Nederland voor je rekening nemen. Maar nu in Europa. Dat is dan het spreiding vanuit Nederland, maar ook spreiding vanuit Europa. Ja. Overigens, ik vind het eigenlijk wel een goed teken dat al die mensen naar Nederland willen komen. Je kan die mensen niet kwalijk nemen dat ze Nederland kiezen als land van bestemming. Dat vind ik, dat is eigenlijk. We moeten onszelf iets kwalijk nemen, maar niet de mensen die hier naartoe komen. Maar je kan naar Denemarken kijken. Denemarken maakt inderdaad onderscheid tussen. Het oude onderscheid tussen echt een politieke vluchteling die gemarteld zou worden of de doodstraf zou krijgen, en iemand die het land ontvlucht, ook begrijpelijk omdat er een oorlog is. Dat zijn ontheemden eigenlijk. Dat zijn eigenlijk de Oekraïners die hier zijn
En die gaan allemaal ook weer terug. Ook de Syriërs, als ze ontheemd zijn, gaan ze terug. Denemarken, die geeft alleen maar mensen een tijdelijke vergunning. Dus je gaat op de Denen zeggen, zodra het land weer veilig is, gaan we je terugbrengen. Dus dat is een andere manier zoals wij hier mee omgaan. Overigens had Humberto natuurlijk wel een punt, hè, wat je net zei, van als je ook naar de aantallen kijkt, van de pakken bij 200.000 mensen die nu netto naar Nederland komen. Dus bijvoorbeeld als je het over het woningprobleem praat, zijn pakken bij 40.000 asielzoekers. Dus we hebben het ook over migratie van kenniswerkers, expats, studenten, liefdesmigratie, had Mark Rutte het gisteren nog over. Gezinshereniging. Gezinshereniging. Er wordt één wordt er toegelaten in Nederland en het gezin. Zeker, met, maar moeten we het ook niet over die andere vorm van migratie hebben? Absoluut, als we het hebben over. Absoluut. En het moet ook niet zo zijn dat je immigratie, dat het per definitie negatief is. Immigratie hoort erbij. En zeker in een samenleving als Nederland, die toch de neiging heeft om te krimpen als je alleen de oorspronkelijke Nederlanders zou hebben. Dus het is goed dat daar aanvulling komt en dat er andere mensen ook meer dynamiek in die samenleving brengen. Maar het moeten wel mensen zijn die ook hier meer willen doen aan de waarden die wij op hebben gebouwd en die in onze wetgeving zijn vastgelegd. Ja. Het moeten ook mensen zijn die voor zichzelf willen kunnen zorgen. Maar we hebben in Nederland een systeem gemaakt dat je de overheid die slooft zich uit om te zorgen dat je een behoorlijk huis krijgt. Je krijgt een uitkering op het niveau van het minimumloon. Het onderwijs is de facto gratis. De zorg is de facto gratis. Als je bijstand hebt, is die nodig. Als je juridische bijstand nodig hebt, is die gratis. Alles is geregeld en is ook niet erop gericht om te zorgen dat je via werken aan integreren toekomt. En we moeten dat werken en het integreren, dat moeten we noodzakelijk maken.